Het nieuws van 1 Twente van dinsdag 17 september. De overlast door scooters in het centrum van Enschede wordt aangepakt. En cliënten van Avelijn spelen mee in een musical. In Leef jouw droom gaat het om iemand met een verstandelijke beperking die alle drempels moet nemen, tegen dichte deuren aanloopt, maar desalniettemin doorgaat om haar droom te verwezenlijken. Goedenavond. Huishoudens kunnen miljoenen kubieke meters gas besparen door hun cv-installatie opnieuw in te regelen. In Losser begint volgende maand een project om een hele wijk mee te laten doen. Door de aanvoertemperatuur te verlagen en de installatie anders in te regelen, kan de gasrekening tot wel 20% lager uitvallen. Dat is een statisch ventiel. Ja. En dit is een dynamisch ventiel. Dit is voor de bestaande bouw. Je meet de radiatoren op. Je kunt vermogen eruit halen en je stelt hem in. Stel, je hebt een standaard woning. Je meet je radiatoren op, lengte maal de breedte. Ja? Dit is toevallig van het merk Brugman. Hij is 300 hoog, hij is 500 breed. Ik heb vermogen bijstaan bij een delta T van 20, 373 watt. En dan? Pak je dit schijfje. En dan hebben wij hier een delta T van 15 graden, of Kelvin, of van 20. En dan kan ik, we rekenen met 20. Dus dan moet ik hier tussen de 1 en de 2, dus tussen de 225 en 700 watt. Want ik moet 373 hebben. En ik moet tussen de 1 en de 3, dus ik moet stand 2. Dus ga ik hem hier op instellen. Op 2. Ja, en dan staat hij goed. Staat hij goed, hoef je er niks meer aan te doen. Ga nu hier de volumestroom bepalen over een statisch ventiel. Gaan we een delta T doen, de temperatuurverschil. En dat is een kleine radiator, dus ik schat zelf dat het zo'n stand 2 worden. En wat is delta T? Een temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour. Juist. Installatieterm. Ja. Laten we de installatiepoortje draaien, gaan we een temperatuurverschil meten. Als die goed is. En dit kost meer tijd, gaan we met dynamische regelen. Het CDA in Overijssel wil dat de provincie dit soort projecten meer gaat stimuleren, zodat er veel gas wordt bespaard en de CO2-uitstoot dus wordt verminderd. Na een paar incidenten is de overlast van scooters in de binnenstad van Enschede weer onderwerp van discussie. In de raadzaal kwam burgemeester Onno van Veldhuizen gisteravond met een mogelijke oplossing: een parkeerverbod voor scooters in het centrum. Want als je je scooter nergens mag stallen, dan hoef je er ook niet mee naar de stad te komen. Wij peilden de reacties. Nou, het parkeerverbod voor scooters zal er misschien aankomen. Wat denkt u daarover? Ik ben er bang voor dat het helaas niet helpt, want dan mogen ze nog steeds door de stad heen rijden. En dat gaat veel te hard. Ik vind het echt een beetje lastig als het verbod wordt eigenlijk. Ik heb er zelf een hard hoofd in. Ik denk namelijk dat ook de helft van de scooters hier het gewoon gebruiken om snelste weg van A naar B te komen. En vooral die jongens en meisjes, die vormen het probleem. Mag om mee direct verboden worden. Ja. Ik vind ondingen. Ze schieten overal langs je heen als je loopt. Ik vind het gewoon gevaarlijk. Ja, negatief. Waar moet hem dan eerst zijn? Ja. Helemaal goed. Ze rijden je zowat van de sokken. Dus daar ben ik wel voor. Nee, eigenlijk niet. Dat vind ik wel heel onhandig. Dan moet je er buiten gaan parkeren en een heel stuk lopen. Ze rijden echt soms wel met 30, 40 en soms 50 hier langs. Ja, hun houden totaal geen rekening. De fietsers ook niet hoor. Maar de bromfietsers, de scooters al helemaal niet. Met andere mensen. Die rijden als een bezetene hier door de stad. Ik heb zelf twee jonge kindjes ook. En dit is gewoon gevaarlijk. Het is wachten op ongelukken. Nou ja, net zoals een paar dagen geleden ook al gebeurde. En ik denk dat vooral die mensen die snel vandaar naar de andere kant willen gaan, die gaan even snel door de stad. En die heb je daarmee niet te pakken met een parkeerverbod. Dus het is een heel complex verhaal. Maar ik denk met een parkeerverbod alleen dat je er niet zo snel bent. Maar liefst 50 keer stond hij al op de Lambertuskermis in zijn eigen woonplaats Hengelo. Maar dit jaar is er geen plek meer voor de snoepkraam van Bert Scherphoff en zijn vrouw Roelie. Een andere kraamhouder neemt nu de plek van Scherphoff in, omdat deze meer geld bood. Vorig jaar nog kreeg Scherphoff de Nijverbij van burgemeester Schelberg, omdat hij voor de 50ste keer op de kermis stond. De PVV in Hengelo heeft nu vragen gesteld over de plek voor de snoepkraam van Scherphoff. Toen ze 13 jaar was, ging Ellie Oude-Lentverink uit Enschede voor het eerst met een collectebus langs de deuren.
Nu is ze 83 en ze stopt, noodgedwongen. De collectebus wordt haar letterlijk te zwaar. Door artrose heeft ze opgezwollen handen. En vandaar dat ze nu niet meer kan collecteren voor de Nierstichting. De stroomfonds en de Nierstichting, dat heb ik daar dus bij 34. En de Rode Kruis. En ja, dat was nog iets. Ik heb het allemaal niet zonder onthouden. Brabantstichting. Ja. Hartstichting heb ik ook nog heen gedaan. Kankerbestrijding heb ik ook nog heen gedaan. Maar dat was allemaal niet aan één stuk, nee. Zeg maar. Ik ben op 30-jarige leeftijd begonnen. Ja, dat was echt een aanleiding. Mijn vader was ziek, die had de ziekte van Parkinson. Ja, dat komt dat vanzelf zo'n beetje. En toen werd ik gevraagd en ja, toen dacht ik, nou, dat moet ik gewoon doen. Mm-hmm. Je belt aan en ik vraag gewoon of ze er wat voor over hebben, dat niets moet. Maar dat het fijn zou zijn, waar ik zomaar zeg, op die manier. Mm-hmm. En de meeste, ik ken ze ook heel veel. Want ik heb vroeger hier altijd met huis aan huis gelopen en met ze nog een klein beetje, een stukje nog van Tubantia, maar zo niet zo lang. En volgt, en die kende mensen. Dus dat ging ook best wel wel heel goed. Ja. Ik hoef eigenlijk, ik vind dat ik alleen maar hoef te lopen. Ik hoef te, dat is wat ik moet doen. Maar die anderen die altijd maar aan die apparaten liggen en zo, dat vind ik gewoon heel erg, dat vind ik echt. Ja. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik denk, ik hoef alleen maar dit te doen. Verder hoef ik niks te doen. En als je dat niet kunt, ja, ik bedoel, daar laat ik er heel graag voor over. Leef jouw droom. Zo gaat de musical heten waarin cliënten van Avelijn meespelen. Theatermaker Eddy van der Schouw is aangetrokken voor de regie van het stuk, waarin zowel mensen met als ook zonder een beperking spelen. Op 24 oktober zijn de audities. In Leef jouw droom gaat het om iemand met een verstandelijke beperking die alle drempels moet nemen, tegen dichte deuren aanloopt, maar desalniettemin doorgaat om haar droom te verwezenlijken. En dat doen we dan, zoals in het echte leven ook, zoals in het echte leven van Sabrina Pellen, doen we dat met mensen met een verstandelijke beperking en zonder. Ik heb altijd al gehouden van theaterlessen. Ik ben, sta graag in de belangstelling, dus ik vind het eigenlijk wel heel, ja, heel leuk. Nou, en sinds 2 jaar geleden nu ben ik gestart met theaterlessen bij Flink. En ja, daar had ik mijn stuk eigenlijk al liggen. Nou, en dat heb ik helaas allemaal kwijtgeraakt. Nou, dan moest ik eigenlijk opnieuw weer, ik had het nog wel op de computer dan. Maar ik moest eigenlijk weer opnieuw beginnen. Nou, toen heb ik gedacht van, laat ik als laatste redmiddel Avelijn eens proberen. En zodoende ja, ben ik op het idee gekomen. Okay. En ik ben heel fantasieachtig gesteld, zeg maar. Haar musical idee was een sprookjesmusical. En omdat wij meerdere verhaallijnen willen samenbrengen, hebben we haar verhaallijn. Dus een meisje met een verstandelijke beperking die heel graag iets wil, wat ze eigenlijk ook heel goed kan. Schrijven, fantaseren, teksten maken, een musical maken. Dat hebben we samengebracht met haar musical, sprookjesmusical idee. De voorstelling Leef jouw droom gaat in oktober volgend jaar op tournee langs de kleinere theaters in Twente. En dan nog het weer. Het is de hele week zo'n beetje hetzelfde weer. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Het is droog en een graad of 16. Vrijdag gaat de temperatuur al iets omhoog. En in het weekend krijgen we weer lekker nazomerweer met boven de 20 graden. En tot zover het 1 Twente nieuws. Zometeen op 1 Twente, Club van de Week met de 100-jarige bibliotheek in Hengelo. En daarna Enschede Leeft. Ik wens u een fijne avond verder.